Hier is het dichter. Maar ja, door is het 2,5, dus met 3 hemden gaat het net niet. Hè. Sinds maandagmorgen is er een eind gekomen aan de sportieve strijd rondom het houden van een eerste marathon op natuurijs. Noordlaren in Groningen heeft uiteindelijk de race gewonnen. En daar zullen de marathonrijders maandagavond hun wedstrijdeisers onderbinden. Hoe is de sfeer nu bij ijsvereniging Ons Genoegen in Gramsbergen? Teleurstelling dat we niet de eerste konden zijn. Maar ja, helaas, wij hebben Noordlaren al gefeliciteerd. Ik heb net de voorzitter aan de telefoon gehad. Wij gaan vanavond kijken hoe ze het daar doen. En wij maken ons op voor een van de komende marathons van de Vierdaagse. En eigenlijk waren ze er ook helemaal klaar voor. Maar meneer Notenboom, de voorzitter, het nieuws is zojuist doorgekomen vanuit Noordlaren. Definitief. De schaats Vierdaagse, hoe staat het er daarmee? Ja, daar krijgen we in ieder geval een van de marathons van. Tenminste, als het weer mee blijft werken. Ik weet niet hoe ver Haaksbergen en Veenoord zijn. Wij zijn meer vorst nodig, dat is het hele verhaal. Nou, dat zou de finale dag wordt het dan. Hè. Dat zou wel een leuke marathon zijn om te krijgen natuurlijk. En maar, hoe gaat jullie dag van vandaag eruit zien? We laten iets water, zoals je hier naast mij ziet, iets water doen we bij de baan op. Zodat het ijs wat meer kans heeft om aan te groeien. En dan moeten we duimen voor meer vorst. Ja, gaan we nog ietsjes verder omhoog. En dan gewoon het... Zeg Erik, ja. Gramsbergen is zo gruwelijk mooi. Is dat nu nog steeds zo? Ja, Gramsbergen verandert niet, hoor. Nee. Ja, nee. Ja, toe maar, ik bedoel, het is hier toch top. Mooie skielerbanen, lig iets op. Ja. Ik nodig op. Goeiedag. Ja hoor, zeg u maar. Nou, dat was hem. De Bert Tony van de Evenvereniging Ons Genoegen. Internet in de gaten om wanneer het in Gransbergen is. Dat nummer, hè? Gransbergen is zo gruwelijk mooi. Ken je nog? Nee. Een refreintje? Ja, nee. Smiddags weet ik dat altijd nog waar. Eén zin. Maar Gransbergen is zo gruwelijk mooi. Gransbergen is wel gruwelijk mooi, hè? Kijk maar.